Het antidopingagentschap vindt dat de Russische Atletiekbond geschorst moet worden. Would you describe it as state-supported doping? In the sense of consenting to it and allowing it, yes. I don't think there's any other possible conclusion. Geen Russische atleten naar de Olympische Spelen zou dat betekenen. En verder in het nieuws vandaag. Alweer een brand op het chemisch industriecomplex in Geleen. En nog gauw, voor 1 januari, een nieuwe leaseauto. Goedenavond. Na alle commotie rond de FIFA is er opnieuw een groot schandaal in de sportwereld. Het gaat om doping en het speelt in de atletiek. De Russische Atletiekbond moet worden geschorst vanwege grootschalig dopinggebruik. Dat vindt de WADA, het Wereld Antidopingagentschap. Zo'n schorsing zou betekenen dat Russische atleten niet meer mogen meedoen aan grote internationale wedstrijden. 11 maanden duurde het onderzoek. En de commissie van het Antidopingagentschap legde een snoeihard rapport op tafel. It's disappointing to see the nature and the extent of what was going on. And to reach the conclusion that it could not possibly have happened without everybody knowing about it or consenting to it. So it's worse than we thought. Onderzoeksjournalisten van de Duitse omroep ARD brachten de zaak aan het rollen. In de Russische atletiek wordt een duister spel gespeeld. We have found cover-ups, we found destruction of samples in the laboratories, we found payments of money in order to conceal doping tests. Een aantal Russische atleten moet levenslang worden geschorst. Onder hen twee hardloopsters die goud en brons wonnen op de 800 meter bij de Olympische Spelen in Londen in 2012. Would you describe it as state-supported doping? In the sense of consenting to it and allowing it, yes. I don't think there's any other possible conclusion. For 2016, our recommendation is that the Russian Federation be suspended. Een vernederend oordeel. Het kan betekenen dat Rusland de Olympische Spelen volgend jaar in Rio mist. De voorzitter van de Internationale Atletiek Federatie, Sebastian Coe, laat in een schriftelijke verklaring weten: ik heb er bij de Raad op aangedrongen sancties te overwegen tegen de Russische Atletiekbond. Een weloverwogen stap. We doen al het nodig om schone atleten te beschermen en het vertrouwen in onze sport terug te winnen. Correspondent David-Jan Godfra in Moskou. David-Jan, grootschalig dopinggebruik, de staat erbij betrokken. Wat zeggen de Russen? Ja, je zegt het al, de staat is erbij betrokken, dus je zou zeggen dat het Kremlin wel zou reageren. Nou, dat is niet gebeurd. Een woordvoerder van de president, van president Poetin, die zei: daarvoor moet je bij de minister van Sport zijn. Die heeft wel gereageerd. En ja, zoals ze verwachten was, daar was geen hand in eigen boezem. Daar werd gezegd: dit zijn ongefundeerde beschuldigingen. Het is een rapport dat bol staat van beweringen zonder bewijzen. Maar heel erg scherp was de kritiek van de Russische kant nou ook weer niet. En ik denk dat dat komt omdat het WADA als zodanig natuurlijk geen straffen oplegt. Dat kan geen schorsingen opleggen of landen uitsluiten. Dat moet de Internationale Atletiek Federatie doen. En daar heeft Rusland natuurlijk ook vrienden. Landen die Rusland steunen. Nou, hoe dat uit gaat pakken, dat weten we niet. Als die Internationale Federatie besluit om Rusland eruit te gooien, ja, dan zal de reactie hier in Rusland een stuk feller zijn. Ja, want als het zover zou komen, als deze straf wordt uitgevoerd, wat zou dat betekenen voor Russen? Dat betekent dat een enorm gezichtsverlies. Kijk, sport is natuurlijk toch een heel groot ding in Rusland. Het is ook een kwestie van prestige. Kijk maar naar de Olympische Winterspelen in Sochi. Het WK voetbal dat hier in 2018 gehouden gaat worden. Dat is sportief prestige, maar ook politiek prestige. En als zometeen geen atleten mee mogen doen volgend jaar in Rio bijvoorbeeld, ja, dan is dat gezichtsverlies ook een patriotisch gezichtsverlies. Want sport wordt ook gebruikt voor vaderlandsliefde, om achter Rusland te scharen en voor Rusland te juichen. Overigens, als Rusland wordt uitgesloten van deelname, de atleten in Rio, dan sluit ik niet uit dat Rusland helemaal niet naar Brazilië gaat. Nee. David-Jan, dankjewel vanuit Moskou. Ja, in Nederland geschokte reacties op dat antidopingrapport.
Ik vind het wel verrassend dat het zo wijdverspreid is. Dat het echt een staatgedragen iets lijkt te zijn. We zijn allemaal naïef geweest en denken van de Russade, de Russische dopingautoriteit, die zal wel hetzelfde functioneren als de dopingautoriteit hier in Nederland. En dat is natuurlijk niet zo. Ik heb zelf tegen jongens gesport waar ik op zijn minst wel eens een vraagteken bij had. Ik ben daar nooit heel erg mee bezig geweest. Maar nu dit soort dingen bevestigen dan wel weer van... misschien waren die vraagtekens wel terecht. Ja, ik kan me niet voorstellen als de geheime dienst erbij betrokken is... het laboratorium totaal corrupt is... dat er alleen maar urine samples zijn geweest van atleten. Dus er moet ook andere sporten bij zijn. Dat kan haast niet anders. De Nederlandse Atletiek Unie en NOC-NSF wilden nog niet reageren op het dopingrapport. Het is wat we vroeger het DSM-terrein noemden. Tegenwoordig heet het Chemiepark Chemelot. Een industrieterrein met allemaal bedrijven die zich bezighouden met chemicaliën. Dus als daar brand uitbreekt, zoals vanmiddag, dan is er direct groot alarm. De brand brak iets voor 12 uur vanmiddag uit als gevolg van werkzaamheden aan het dak van een loods. Daarin kunststofmateriaal en chemicaliën. Werknemers en bezoekers op Chemelot, dagelijks zijn dat er bijna 8000, reageerden uiteenlopend. Ik zag mijn collega's allemaal buiten staan en het vuur dat verspreidde zich heel snel. Toen zijn wij weggelopen en toen we 100 meter weg waren, toen hoorden we een explosie. Toen zijn we snel het eerste gebouw naar binnen gerend. Zolang er geen gewonden vallen, dan is het wel goed. Ja, bedoel, dit is voorkomen, het wordt geblust en het is over. In de nabije omgeving gingen treinstations dicht, staakte het ziekenhuis het opereren, moesten ramen en deuren gesloten blijven en mochten de schoolkinderen niet naar huis. We hadden gelukkig een maand geleden een ontruimingsoefening gehad en dat zorgde ervoor dat meteen toen de melding binnenkwam iedereen op zijn post stond. Dus wat dat betreft is het ophokken, zal ik maar zeggen, heel goed verlopen. Er waren ook het afgelopen jaar nogal wat incidenten op Chemelot. Een gaslek, verdacht poeder en schuim in de lucht, een aantal branden, vorige week nog. We hebben inderdaad vorige week een incident gehad in een fabrieksinstallatie. Op dit moment praten we over dakwerkzaamheden aan een loods. Heeft niks te maken met het bedrijven van een chemische installatie. Dus u kunt zich ook wel voorstellen dat twee separate gevallen zijn. Helaas binnen één week, maar niet met elkaar te vergelijken. De meeste werknemers verlieten het terrein aan het eind van de middag. Enkele tientallen van hen zaten een tijdje in een speciale vluchtruimte. Die incidenten de afgelopen maanden, dat zijn er dus nogal wat. 4 dagen geleden woedde er ook al een brand op het complex in een ammoniakfabriek. Toen raakte een werknemer lichtgewond. Eind oktober was er ophef over een chemiebedrijf dat de chemische stof pyrazol in de Maas had geloosd. Een maand eerder brak er brand uit in een kelder van een kunstmestfabriek. Kwam asbest vrij. En dan waren er afgelopen zomer nog de incidenten met kunststofpoeder dat in woonwijken eromheen terecht kwam. In juni ging er ook nog kunststofpoeder de lucht in, gepaard met harde knallen. En in het voorjaar werd een kunstmestfabriek stilgelegd nadat er een gaswolk was ontsnapt met stoffen die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Na al die incidenten maken ze zich grote zorgen in Limburg. Ik vind met name de grootte van incidenten, het zijn er minder dan vroeger, maar de grootte van incidenten en de impact van de verschillende incidenten, dat is vele mate groter in vergelijking met een aantal jaren geleden. En daar moeten we op acteren en ook de bedrijven proberen zoveel mogelijk te activeren om zaken te voorkomen. In het verleden hadden we te maken met één landlord, om maar zo te zeggen, was DSM. En nu zitten er pakken beet in 60, 70 bedrijven. En die moeten wel met elkaar communiceren. Dat betekent als je met meer partijen te maken krijgt, moeten ook die afspraken goed afgestemd worden. En daar gaan we zeker ook na dit incident weer met elkaar over in gesprek. Hoe kunnen we dit verbeteren en hoe kunnen we dat toezicht op de juiste manier toepassen, dat er geen incidenten meer plaatsvinden. En dan het vluchtelingenprobleem. Dat wordt voor Nederland voorlopig niet kleiner. In de afgelopen week hebben 1800 asielzoekers zich gemeld in Nederland. Iets meer dan vorige week. Toen ging het om 1700 mensen die hier kwamen. De week ervoor 1600. Het lijkt erop dat mensen vlak voor de winter het er toch nog op wagen. En om daar wat aan te doen heeft het kabinet de afgelopen maand ingezet op grenscontroles. Vooral gericht op mensensmokkelaars. Er zijn er inmiddels 41 aangehouden. Zo'n 7 per week. Ze noemen het vliegende brigades. Aan de grenzen van ons land houden ze verdachte auto's en vrachtwagens aan. De smokkelaars die ze pakken zijn van een divers pluimage. Dat kunnen mensen zijn vanuit het land zelf, die elkaar helpen. Dat kunnen Europeanen zijn of mensen die binnen het Schengengebied wonen. En dat kunnen met verschillende motieven zijn. Dat kunnen mensen zijn die gewoon empathie hebben met de vreemdeling.
En daar zitten ook mensen tussen die dat enkel en alleen voor winstbejag doen. De laatste weken zijn deze controles verdubbeld. Resultaat? Ze pakken 7 mensen smokkelaars per week. De staatssecretaris komt vandaag kijken en is tevreden. Ik vind dat zinvol, omdat je die mensensmokkelaars, die zijn behoorlijk gewetenloos en verdienen hun geld aan de ellende van een ander. En brengen ons ook weer met meer voor een grotere taak. Dus ik vind eigenlijk dat we die zo hard mogelijk moeten aanpakken. En iedereen die we arresteren is dus zinvol. Een beetje slimme smokkelaar die mijt die grote controles bij Hazeldonk. En gaat even verderop, de grensovergang bij Strijbeek. Kleine grensovergang, niets te merken van controles. Uit verschillende informatie blijkt dat wij daar gaan staan waar wij vinden dat op dat moment het nodig is. Dus het zou ook kunnen zijn dat wij inderdaad op die weggetjes staan te controleren. De brigades zijn op zoek naar smokkelaars. Vluchtelingen die ze tegenkomen worden niet opgepakt, maar doorgestuurd naar aanmeldcentra in ons land. Correspondent Arjan Noorlander in Brussel. Arjan, 7 mensen smokkelaars per week aan de Nederlandse grens. Gaat het eigenlijk niet om die buitengrenzen van Europa? Ja, daar gaat het natuurlijk heel erg om, want het is wel een resultaat. Maar het is ook een druppel op een gloeiende plaat. Als je bijvoorbeeld bedenkt dat de Griekse grens wagenwijd open staat vanuit Turkije. Er soms 10.000 vluchtelingen per dag daar aankomen. Geholpen door honderden, misschien alles bij elkaar wel, duizenden mensensmokkelaars. Daar moet de echte oplossing worden gevonden. En die oplossing wordt wel elke keer gezocht. Er worden ook wel beloften gedaan om bijvoorbeeld Griekenland en de Balkan te helpen daarbij. Maar elke keer wordt er van die beloften weinig echt werkelijk, feitelijk echt resultaat gegeven. Er worden miljarden beloofd, maar er wordt heel weinig overgemaakt. Er worden honderden grenswachten beloofd. Dan moeten er nog steeds heel veel van komen. Extra spullen, tenten, jassen, omdat het koud wordt daar in die regio, zijn er door die landen aan andere Europese landen gevraagd. En al die spullen worden maar heel mondjesmaat geleverd. Blijkbaar is het probleem wat dat betreft om elkaar echt te helpen nog steeds niet groot genoeg. Nee, en is dat vanavond een beetje opgeschoten? Want staatssecretaris Dijkhoff, die we net zagen, was bij jou in Brussel, heeft met zijn collega's gesproken. Schiet dat op? Niet echt. Er was weer een extra overleg. En daar hebben ze elkaar vooral echt diep in de ogen geprobeerd te kijken om tegen elkaar te zeggen, laten we nou ook echt aan die landen leveren wat we willen. Laten we die extra grenswachten leveren om samen de Griekse grens te gaan bewaken. Dat hebben ze weer aan elkaar beloofd. En we zullen zien wat dat de komende tijd gaat opleveren. In ieder geval wordt het weer behoorlijk opgevoerd, ook de rest van de week. Want veel problemen liggen ook net buiten Europa. Bijvoorbeeld in Turkije, waar de meeste vluchtelingen vandaan komen. Daar gaat Frans Timmermans, de eerste vicepresident van de Europese Commissie, morgen weer onderhandelen over een oplossing. En de regeringsleiders van alle EU-landen gaan de dag daarna naar Malta om ook daar te praten over een oplossing voor het vluchtelingenprobleem. Grote woorden genoeg, vergaderingen genoeg. Maar de echte oplossingen die daar worden verzonnen halen het probleem nog steeds niet in. Nee. Arjan, dank je. Ja, kleine gemeenten in Nederland die bereid zijn om vluchtelingen op te vangen kunnen wel wat hulp gebruiken. Praktische hulp, vooral als het gaat om bedreigingen, intimidatie door boze burgers. En vandaag kwamen burgemeesters, wethouders en raadsleden daarom naar Den Haag om te kijken wat er mogelijk is. De nachtmerrie van elke burgemeester. Maar het kan ook anders. Zoals 2 weken geleden hier in Wormer. Nadat de auto's van de wethouder in de fik waren gestoken, verwachtte iedereen dat het hier ook uit de hand zou lopen. Maar dat was niet zo. De gemeenten moeten nu van elkaar gaan leren. Hoe ga je er zo mee om dat je aan de ene kant ruimte biedt aan mensen om zich te uiten, desnoods ook hun boosheid te laten zien, en aan de andere kant toch een besluitvorming krijgt en ook een avond hebt waarin ook andere mensen gewoon hun mening kunnen geven. Minister Plasterk stuurt teams het land in. Hij noemt ze vliegende brigades. Dat is hier en daar wel nodig. Want er zijn echt gemeenten die hebben nog nooit meegemaakt dat er zo'n hoeveelheid boosheid bovenkwam. En die denken, wat moeten we daarmee doen? En de gemeenten hebben nog een wens. Ze willen dat het Rijk meebetaalt als het toch dreigt mis te gaan. Nou, stel je hebt een voorziening nodig als bijvoorbeeld cameratoezicht. En dat kost 4.000 euro. En je zit in een klein dorpje waar geen geld is om de kinderboerderij overeind te houden voor 4.000 euro. Nou, dan krijg je dus ja, die wethouder wel en de kinderboerderij niet. Plasterk heeft beloofd dat er een fonds komt voor dit soort situaties. De gemeenteraad van Steenbergen, waar het vorige maand zo uit de hand liep, beslist op dit moment of er vluchtelingen mogen komen. Er is geen bewijs dat terroristen met de vluchtelingen meekomen naar Europa, zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Dick Schoof.
Uit te sluiten kunnen we niets. We zijn er ook al alert op, omdat het voorstelbaar is. Tegelijkertijd is de route complex en ingewikkeld. Er zijn makkelijkere wegen dan de asielprocedure, waarin je jezelf heel nadrukkelijk ook bekend moet maken. En we hebben dan ook tot op dit moment niet een indicatie, behalve een enkele zorgelijke aanwijzing, dat er echt gebruik wordt gemaakt van een vluchtelingenstroom om jihadisten naar Nederland of Europa te brengen. De politie gaat het Amber Alert vaker inzetten. Het systeem waarbij het publiek om hulp wordt gevraagd bij de vermissing van een kind zal heel gericht in een buurt of regio worden gebruikt. Meer dan 2 miljoen Nederlanders hebben zich aangemeld bij de alarmdienst voor vermiste kinderen. De politie heeft de eigenaar aangehouden van het afgebrande Palazzo Theater in Grave. Kort voor de brand, voordat die uitbrak, zou die overvallen en vastgebonden zijn door 2 mannen. Maar in de loop van het onderzoek kwam de eigenaar zelf steeds meer als verdachte naar voren. In Amsterdam is de Kristallnacht herdacht. Een van de sprekers, de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. Na een bijeenkomst in de Portugese synagoge liep de stoet naar de Hollandse Schouwburg. 77 jaar geleden werden in de nacht van 9 op 10 november in Nazi-Duitsland honderden synagogen en duizenden Joodse winkels verwoest. 92 Joden werden vermoord. Het Centraal Joods Overleg organiseert sinds 2010 een eigen herdenking. Gisteren was er een herdenking van het platform Stop Racisme en Uitsluiting, ook in Amsterdam. De officiële uitslag van de verkiezingen in Myanmar wordt waarschijnlijk pas morgen bekend. Maar alles wijst erop dat de partij van oppositieleider Aung San Suu Kyi een grote overwinning gaat halen. Zo groot dat er zelfs sprake is van voorzichtigheid. Want hoe gaan de militairen om met die nederlaag die zo pijnlijk voor ze is? Bij de kiosken in de straten van de hoofdstad is het laatste verkiezingsnieuws deze ochtend niet aan te slepen. De eerste voorlopige uitslagen druppelen binnen en zien er rooskleurig uit voor de NLD. De partij spreekt meteen al van een monsterzege. Suu Kyi komt aan bij het partijbureau en roept de menigte op de verliezende partij, gesteund door het machtige leger, vooral niet te provoceren. Want al behaalt de NLD de meerderheid in het parlement, de macht van de militairen is dan nog niet verdwenen. Die houden ook na de verkiezingen een stevige greep op de politiek. Met hun eigen ministeries en met dat kwart van de parlementszetels die ze bezetten en waar ze Aung San Suu Kyi de voet nog behoorlijk mee kunnen dwarszetten. De vraag is of ze dat zullen doen. Hoe zullen de militairen omgaan met deze uitspraak van het volk? Dat is de grote vraag die beantwoord moet worden in de maanden na de verkiezingen. En dan nog even de vluchtelingencrisis. Nou ja, de vraag, hoe kom je als vluchteling zo snel mogelijk aan de slag? Vluchtelingen die hier hun opleiding willen afmaken, weer terug willen de collegezaal in, die hebben het niet gemakkelijk. Even snel je studie afmaken en dan weer aan het werk, dat zit er niet in. Het duurt soms jaren voordat ze hun studie, die ze thuis zijn begonnen, hier kunnen afmaken. Ja, mag ik iets vragen? Hij was bijna klaar met zijn studie architectuur toen hij een jaar geleden vanuit Aleppo naar Europa vluchtte. I did everything. It was everything all right, but this exam I couldn't pass it because of in that part of city started war. En dus leert hij nu Nederlands, want een verblijfsvergunning wil niet zeggen dat je direct aan kan schuiven in de collegebanken. Dat duurt vaak nog even, weet de organisatie die over de toelating van buitenlandse studenten gaat. Zo'n 1,5 jaar, 2 jaar, 3 jaar hangt er vanaf van de vooropleiding van de student. Dus soms zijn ze wel op niveau, maar dan moeten ze alleen nog een taaltoets doen. Andere is de opleiding toch zo anders dat ze toch nog andere toetsen moeten worden toegelaten. Dus dat is niet zo makkelijk. De Rijksuniversiteit in Groningen en de Vrije Universiteit in Amsterdam bieden inmiddels een voorbereidend jaar aan om buitenlandse studenten zo snel mogelijk op het juiste niveau te krijgen. Ze leren daarin Nederlandse taal, maar ook eventueel andere zaken, zoals Engels als dat nodig is. Maar ook het overbruggen van de kennis in exacte vakken of geschiedenis. Maar deze universiteiten zijn niet makkelijk te bereiken voor vluchtelingen die niet in Groningen of Amsterdam wonen. En dus duurt het voor de meesten langer dan een jaar voor ze hun studie weer op kunnen pakken. Het is, weet u waar
It is. Yeah, it is. You know, when you are coming to Europe, you think that everything like it will be perfect and not that difficult. But actually it's like, yeah, difficult. Maar het schrikt hem niet af. Hij wil hoe dan ook zijn studie afmaken. I have to have my diploma and after that for sure I'm sure that I will have a good job. As an architect. As an architect for sure, yeah. Verschillende onderwijsorganisaties gaan deze week praten over een actieplan om vluchtelingen die willen studeren zo goed mogelijk te helpen. Ja, normaal gesproken is het rustig in de wereld van de leaseauto's, zo aan het einde van het jaar. Maar opvallend veel leaserijders proberen juist nu nog een nieuwe auto te regelen. Want vanaf volgend jaar gaan de bijtellingstarieven omhoog. De extra belasting die je moet betalen omdat je in een leaseauto rijdt. De hybride Mitsubishi Outlander bijvoorbeeld, die gaat van 7% naar 14%. De Peugeot 308 Station Wagon van 14% naar 21%. En de Volvo V40 diesel, nu nog 14%, straks 21%. En zo populair dat die bij sommige dealers nu al niet meer te krijgen is. Weer een nieuwe lading. En ze moeten allemaal nog op kenteken. Voor 1 januari. Dat is de datum die het verschil maakt. Een groot verschil. Een Peugeot 308 SW kost vanaf begin volgend jaar ruim €4.000 meer aan belasting dan nu. Dat is voor een leaseperiode van 5 jaar en bij 42% inkomstenbelasting. Voor een Mitsubishi Outlander is dat verschil ruim €9.500 bij het hoogste belastingtarief. December is traditiegetrouw een rustige maand in de autobranche. Nu is het vanwege de belastingmaatregelen pompen, pompen, pompen. Ja, alle auto's moeten eruit. Hier zijn de kerstverloven ingetrokken en bij een andere dealer hebben ze... monteurs, extra monteurs ingehuurd om uiteindelijk op tijd de auto's te kunnen klaar hebben staan voor de klanten. Het veelbesproken bijtellingsprincipe. Ooit bedoeld om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. Maar het werd een subsidieregeling voor bepaalde type auto's. Vlak voordat de regeling stopt, boeken de dealers van die modellen nu recordomzetten. Met dank aan het kabinet. Dit is echt buitengewoon. Het is buitengewoon, ja. Ja, deze aantallen zijn puur belastinggerelateerd en puur belastingvoordeel voor de bereider. En is ongekend. Flink voordeel voor de bereiders, nog even. Wat betekent het voor de handel? Ja, dit zijn allemaal verkopen die naar voren getrokken zijn, die over de jaarwisseling heen naar 2015 zijn getrokken. Althans voor het grootste gedeelte. Dus veel schieten de autodealers er niet mee op? Nee, ze hebben het vooral heel erg druk en dat is mooi. En mensen komen in de showroom. Maar als je het over 2 of 3 jaar bekijkt, dan zal je zien dat dit weer afvlakt. Een opleving dus in de autohandel die uiteindelijk niet zoveel oplevert. En voor het milieu, dat weten we. Volgend jaar beginnen we opnieuw. Ja, eerst maar de herfst, Gerrit. Ja, het ziet eruit als herfst. Ja, maar voor veel mensen voelt het nog niet hoor, als begin november, want dat is het wel degelijk. Maar de temperaturen die we nu hebben, die passen eigenlijk veel beter bij begin oktober. Dus we lopen eigenlijk een maand voor qua weer eigenlijk op de tijd die op de kalender staat. Dit was een herfstachtig plaatje in Winterswijk, maar er liggen al heel veel plaatjes op de grond, want we hebben veel wind gehad vandaag. Nog steeds overigens is het onstuimig. En dat illustreert deze foto. Deze komt uit de buurt van Vlissingen, waar een stevig windje stond. En sowieso aan de kust staat er nu veel wind. En dat komt omdat lage drukgebieden ten noorden van ons langstrekken. Die lijnen lopen dicht bij elkaar. Betekent dat de isobaren dicht bij elkaar zitten en dat er dus veel wind staat. Aan zee momenteel een windkracht 7. En wat verder weg op zee een stormachtige wind, windkracht 8. En die lijnen die lopen allemaal zo vanuit het westen, zuidwesten onze kant op. En daar komt ook de lucht vandaan. En daarom is het bij ons zo zacht. Dat is allemaal lucht die ergens vanaf de Atlantische Oceaan komt, uit de buurt van de Azoren. En dat zorgt ervoor dat die temperaturen zo hoog blijven. Voorlopig komt er ook niet echt verandering in. Want ja, dat hoge drukgebied dat versterkt zich zelfs nog een beetje. In ieder geval is het in heel Zuid-Europa is het prachtig weer met hoge temperaturen en ook veel zon. Hoe noordelijker je komt, hoe meer bewolking en daar zitten wij dus in. Dat hebben we ook nu nog. Vannacht dan krijgen we, maar dan moet natuurlijk het apparaat het wel doen. Vannacht krijgen we in ieder geval ook nog bewolking. En de temperaturen blijven hoog. En het bijzondere is dat die temperaturen vrijwel niet dalen. Dit zijn ongeveer de temperaturen die we vandaag overdag ook hadden. Misschien een graadje verschil. Maar de regen die we nu hebben trekt weg. En dan koelt het nauwelijks af. Het wordt zo'n 12, 13, misschien in enkele plaats 14 graden als minimumtemperatuur. Nou, morgen komt er maar nauwelijks wat bij. Dit zijn de temperaturen voor morgen. 13 tot 16 graden.
Er kan ook morgen weer wat regen vallen, wat lichte regen. En het blijft onstuimig met windkracht 7 aan de kust. En windkracht 4 wat meer in het binnenland. Op lange termijn dan verandert er in eerste instantie nog niet zoveel. Tot en met donderdag, hetzelfde weertype. Maar daarna wordt het toch wat onstuimiger. En ook de temperaturen die gaan eindelijk richting normaal. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. Het Wereld Antidopingagentschap vindt dat de Russische Atletiekbond geschorst moet worden vanwege grootschalig dopinggebruik. En dat zou betekenen geen Russische atleten meer naar grote internationale wedstrijden. In Nieuwsuur zijn de grenzen van Nederland in zicht, de vluchtelingencrisis en de Haagse politiek. 10 uur, NPO 2. Goedenavond.